Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Ik ben Caroline en vandaag heb ik een tagvideo voor jullie. Ik ben getagd door Sophie van Beauty Tester Sophie en ik ga vandaag de lip product eric tag doen. Ik heb de 10 vragen over mijn favoriete lipsticks hier bij mij, dus ik ga ze overlopen met jullie. Ten allereerste, wat is je favoriete lip balm or treatment? Wel, mijn favoriete verzorging voor de lippen is deze Plumping Lip Balm van Sotheby's. Het is echt een hele doorschijnende, dikke, voedende lippenbalsem. En tegelijkertijd gaat hij ook je lippen net wat meer volume geven. Dus dat vind ik er toch wel een extraatje aan voor een echte goede verzorging. De tweede vraag is, wat is mijn favoriete eye-catching red? Wel, ik heb deze lipstick opgedaan al vandaag. En deze eye-catching red, ik vind deze niet te donker, niet te licht. Echt het perfecte rood met een klein beetje die paarse ondertoon. Dus heel goed voor koele huidtypen zoals mij. En deze is die van Sotheby's nummer 240. Dit is ook de kleur die op de posters van de make-up gebruikt wordt, echt als intens rode kleur. De derde vraag, wat is de best luxury en de best drugstore products die ik ken in lippen? Wel, de beste luxueuze lipsticks die ik heb, dat zijn deze. Deze zijn van Dior. Mijn favoriete en mijn eerste kleur die ik daarvan had, was deze hele mooie paarse. Dit is de Mauve Mystère. En omdat ik hem zo goed vond, ook qua houdbaarheid en qua dekking, heb ik deze kleur bijgekocht. En deze kleur is de kleur Mazette. Ik vind ze echt heel erg goed van textuur. Heel erg zacht, maar toch heel lang houdend. En aan mijn favoriete drugstore item van lipstick is toch wel deze. Deze is van Maybelline, de Superstay 24 Color. Die houdt echt super goed. Omdat je eerst de lip gloss moet aanbrengen, maar het is toch wel een langhoudend lipstick. Laat zeggen een soort liquid lipstick. Ik heb hem nu in de kleur Soft Taupe, gewoon omdat ik een hele mooie kleur vind. Maar het is vooral de kwaliteit en de houdbaarheid die heel erg goed is. Je brengt eerst de gloss of de liquid lipstick aan. Je laat deze dan even opdrogen en nadien breng je de topcoat aan. En deze zorgt ervoor dat de lipstick echt heel erg lang houdbaar blijft. En voor een hele mooie prijs van Maybelline vind ik dit toch wel een heel erg goede lipstick. Vraag nummer 4. Wat vind ik de beste MAC lipstick? Wel, ik heb geen enkele MAC lipstick. Ik veronderstel dat jullie dat echt allemaal super raar gaan vinden, maar het is de waarheid. Sorry, ik heb er nog nooit een geprobeerd. Dus als jullie er één kunnen aanraden, doe gerust. Ik vind gewoon in de MAC winkel hebben ze zo'n immens groot aanbod dat ik kijk elke keer naar de lipsticks, maar ik zou niet weten welke ik moet proberen. Shame. Vraag nummer 5, mijn most disappointing lip product. Wel, ik heb er eventjes moeten naar zoeken, want eigenlijk heb ik toch wel altijd lipsticks die echt wel heel erg goed meevallen. Ik heb er eentje gevonden die toch al wel een paar jaar oud is, eigenlijk van een merk dat me helemaal niets deed. Ik vond hem niet goed, de kleur is slecht, het merk spreekt me niet aan. Het merk is Golden Rose, jullie zullen er wellicht al eens van gehoord hebben. Ik wou toen een heel erg nude kleurig lipstick. Hij is echt te licht, de kwaliteit is droog. Het blijft niet zo heel erg lang. Oh. Nee. Vraag nummer 6. Ben ik een fan van lipliner? Ja of nee? Ja, absoluut. Ik gebruik het zeker niet elke dag, omdat ik het voor een doordeweekse dag absoluut niet noodzakelijk vind. Maar ik vind het wel heel erg mooi als je met een neutrale, nude-kleurige lipliner of met een kleur die perfect bij je lipstick past, eerst je lippen omlijnt, omdat die dan toch wel iets voller lijken. Ik gebruik echt super graag deze van Art Deco. Dit zijn de Mineral Lip Stylers, omdat die echt super lang houdbaar zijn. En ze zijn veel intenser en toch wel crèmiger dan een lippenpotlood. Ik heb twee heel neutrale kleuren, omdat ik toch wel heel erg in de nude lipsticks ben. Dus deze kan ik echt heel erg veel gebruiken. Vraag nummer 7. Wat is mijn favoriete gloss? Wel, mijn favoriete gloss is er eentje van Sotheby's. Voornamelijk vind ik deze gloss zo super, omdat die echt komt in de verpakking van een lipstick. Dus hij heeft ook echt de vorm van een lipstick, maar dan in een gloss.
Ik vind dit super handig om aan te brengen. Je hebt helemaal geen spiegel nodig. Ja, het kleurengamma is heel uitgebreid. Ik heb nu een nude kleur gekozen als favoriete, omdat ik dit een heel erg mooie kleur vind. Voilà, het is echt een heel erg nude kleur. Heel erg zacht en een super luxueuze verpakking. De achtste vraag. Wat is mijn favoriete everyday lip color? Wel, dan kies ik voor deze die ik recent heb leren kennen. En dat is die van Sisley, de Fito Lip Twist. In de kleur, deze is de kleur 11 Litchi. Omdat ik dit zo'n draagbare, mooie, nude, roze kleur vind. Sisley is zo'n verzorgend merk. Daarom vind ik die ook echt voor everyday om je lippen heel mooi te verzorgen. Echt een super mooie kleur. Deze is iets rozer, iets donkerder dan die van Sotis die ik nu aan heb. Dus die geeft toch iets meer kleur voor elke dag. Vraag nummer 9. Mijn favoriete dark red color, een donkerrode kleur. Daar heb ik er ook recent eentje van leren kennen. En deze is van Art Deco. En is echt, zoals de vraag het al zegt, een hele mooie donkerrode kleur. Een heel erg verzorgende lipstick, maar ook voor een heel erg mooie prijs. Art Deco heeft toch echt wel mooie prijskwaliteit. Mooi, hè? En dan zijn we al bij de laatste vraag, vraag nummer 10 aangekomen. Wat is mijn favorite liquid lipstick? Wel, liquid lipstick is echt het allerbeste wat er is. En ik heb nog veel te weinig merken geprobeerd, maar ik ben er al helemaal weg van. Gewoon omdat hij zo soepel aanbrengt. Veel gemakkelijker dan een drogere lipstick. Hij is soepel. En ik heb er eentje van NYX. Ik heb er twee kleuren van. En deze is de Soft Matte Lip Cream. En deze is ook nog eens perfect, omdat deze mat is. Mat, echt helemaal met de mode mee. Ik vind ze super geweldig om aan te doen. Ze blijven lang, ze zijn long wearing. Heel erg mooie kleuren. Ik heb een rode, de kleur Monte Carlo. En een nude. Een nude kleur, maar deze is iets meer oranje dan de twee vorige nudes die ik heb laten zien. De nude is de kleur Cannes. Dus deze is een Soft Matte Lip Cream in de kleur Cannes. Deze kleur die is een nude kleur, maar is toch iets donkerder, iets opvallender. Omdat die mat wordt, ik heb hem nog maar juist aangebracht, maar hij wordt mat, is hij toch wel opvallender en doe ik hem toch wel heel veel aan s'avonds om uit te gaan of om ergens naartoe te gaan. Wel, dit waren mijn favoriete lipproducten. En voor deze lipproduct Arctic zou ik graag één iemand willen nomineren. Heel veel Vlaamse YouTubers hebben deze tag al gedaan. En ik denk, als ik juist ben, dat Beauty and Owls deze nog niet heeft gedaan. Dus Beauty and Owls, alsjeblieft, wil je deze tag ook doen? Want ik vind hem toch wel superleuk en ik denk dat die ook echt iets voor jou is. Wat vinden jullie de allermooiste kleur tussen mijn favorieten? Laat het me weten onderaan. Ik hoor heel erg graag van jullie. Als jullie benieuwd zijn, deze make-up look, die heb ik ook een tutorial van gemaakt. En deze komt eraan in de volgende video. Dus die kunnen jullie later bekijken. Tot later!